die worden afgeluisterd. Maar ook merk je nu dat, dat advocaten en journalisten meer worden afgeluisterd. In januari van dit jaar publiceerde de Telegraaf een artikel over een oud-agent van de BVD die zou zijn omgekocht door de beruchte topcrimineel Ming K. Volgens de journalisten die het stuk schreven zijn ze vervolgens afgeluisterd. De rechter zegt nu dat dat tot op zekere hoogte terecht was. Het mocht, want voor het landsbelang was het afluisteren noodzakelijk. Ik vind het feit bijvoorbeeld dat die telegraafjournalisten die allemaal afgeluisterd werden, of ook eigenlijk gewoon dat het langzamerhand overduidelijk is hoe vaak advocaten afgeluisterd worden, dat het daar zo stil omheen blijft, dat had ik nou weer niet verwacht. Ja. En ook bijvoorbeeld van journalisten begrijp ik eigenlijk helemaal niet dat er niet een hele grote actie op gang is gekomen om die collega's van de Telegraaf. Ja, die gewoon systematisch afgeluisterd zijn, gevolgd zijn, richtmicrofoons, noem maar op, om daarvoor gewoon voor op te komen. Stel je nou voor dat er duidelijk wordt dat er Tweede Kamerleden of zelfs een minister wordt afgeluisterd. Nou, ik denk dat je dan het Ayaan Hirsi Ali effect krijgt. Hè? Er werden al jarenlang vluchtelingen schandalig behandeld, ons land uitgezet en noem maar op. Maar toen werd het plotseling één van hun, hè? Één van de VVD. En toen schrok iedereen zich rot en dacht, dit is onrechtvaardig en wat hebben we hier voor vreemdelingenbeleid? En dit moet toch stoppen? Stop, stop, stop. En ik denk als plotseling blijkt dat Kamerlid of wie dan ook, dat je dan, wat is dat nou? En wordt het ook nog doorgespeeld aan de Amerikanen? En stel, ja, dan schiet iedereen zich rot. Partij die zegt te staan voor de vrijheid van de individu. We hebben een GroenLinkse partij, we hebben een kritisch socialistische partij, we hebben een sociaal-liberale partij die allemaal vrijheid van het individu hoog in de vaandel hebben staan. Ja. Ja, maar die gaan er niet meer op die manier mee om natuurlijk. Dat is, ja. We hebben laatst bijvoorbeeld een discussie bijgewoond die ging over het afluisteren van twee telegraafjournalisten door de AIVD. En daar zat inderdaad iemand van de VVD die het daar helemaal mee eens was van dat moet niet kunnen, dat mag allemaal niet. Maar ja, als je tegelijkertijd kijkt naar het stemgedrag van die meneer in de Tweede Kamer, dan weet je dat het dankzij hem zelf wel allemaal kan. Ja, ik herinner het me wel. Ik bedoel, dan is er op een dinsdag zijn er altijd stemmingen in de Kamer en dan staat er weer zo'n lijst terrorismewetten en stemmingen. Dan denk je, oh, hebben ze daar vorige week over gedebatteerd, onze justitiewoordvoerders? Nou, dan wij stemmen overal braaf nee. Hè? Of niet altijd, maar op een aantal privacy dingen zeker. Ja, bij rechts gaan alle handen omhoog. En er is weer wat beklonken. Het gekke vind ik eigenlijk dat het met zo weinig debat gepaard gaat. Vooral politici zijn heel erg bang om straks de boot te missen. En van stel dat er morgen een trein opgeblazen wordt op het Centraal Station in Amsterdam. En dan gaat natuurlijk alle mensen die voorstander van allerlei wetgeving was, die gaan roepen van kijk eens, als we dit allemaal al hadden ingevoerd, dan was het niet gebeurd. Nee. Maar een soort terughoudendheid, in de zin ook een visionair beeld, om te zeggen van hey, hallo, wat is hier nou precies aan de hand? Dat durft niemand te doen natuurlijk. Nee. De vraag van jullie is, in de strijd tegen het terrorisme gelden de normale regels van de rechtsstaat niet meer. Nee, dat klopt. Omdat inderdaad alle wettelijke controlemogelijkheden die zijn gewoon heel erg ingeperkt. Informatie van de inlichtingendiensten kan gebruikt worden en
ja, verdachten hebben ook tot aan hun rechtszaak en in hun rechtszaak veel minder rechten. Of bijvoorbeeld informatie is van M meldt misdaad anoniem. Op het moment dat ik jou aangeef van nou, die Rob die heeft allemaal bezoekers op vrijdagmiddag en volgens mij zijn ze iets aan het voorbereiden, want we hebben een soort overzicht gemaakt vanaf 11 september 2001 tot nu wat voor arrestaties gepleegd worden, dan zie je dat er met minder zelfs overgang tot vrij drastische maatregelen. En zijn daar nou aanslagen door voorkomen? De overheid zegt dan wel natuurlijk. Nee. Maar het valt niet te controleren. Nee, dat is niet te controleren natuurlijk. Want, ja. Zeggen van ja, wij kunnen niet transparant zijn, want dan geven we de werkwijze van onze diensten bloot en dan kunnen zij niet werken, worden hun bronnen beschadigd, et cetera. Maar ja, aan de andere kant kun je bijvoorbeeld afvragen bij de moord op Theo van Gogh bijvoorbeeld. Belangrijkste is natuurlijk dat die hele groep werd in de gaten gehouden behalve moment B. Dat zou toch eigenlijk de grootste vraag moeten zijn van hoe is dat in godsnaam mogelijk? Uiteindelijk zou het antwoord kunnen zijn dat de AIVD gewoon een fout heeft gemaakt. Dat is dan oké, denk ik dan. Maar goed, zolang je niet de transparantie hebt over wat daar precies gebeurd is, blijft er altijd zo'n beetje waas hangen. Frits Hoekstra, een BVD die zijn boek geschreven heeft over de in dienst van de BVD, die heeft ooit een keer gezegd van nou ja, Mohammed B. was misschien wel de ideale informant. Eigenlijk zegt dat veel meer over van die dienst is gewoon niet goed georganiseerd. Daar moet in flink gesaneerd worden, daar moet in gehakt worden, de mensen moeten koppen rollen. Maar nee, meer geld. Meer geld aan de dienst, meer maatregelen. Dat is een voorwaarde voor toekomstige missers en toekomstige fouten en toekomstige zaken die helemaal scheef gaan lopen. Dinsdagavond, even over negenen, komt met twee pistoolschoten een eind aan het leven van Louis Cévèque. De aanslag vertoont alle kenmerken van een koele afrekening, maar wie zou er met hem willen afrekenen? De dood van Cévèque moet als een klap zijn aangekomen bij zijn vrienden en geestverwanten. Niemand wil hardop denken aan een politieke liquidatie. Louis was gewoon een heel warm mens wat betreft zijn gevecht voor een soort samenleving waarin de gemarginaliseerden ook rechten hebben. En als je ziet dan hoe de politiek daarmee omgegaan is, zeker de nationale politiek, is dat eigenlijk verbazingwekkend. Dat er zo weinig reactie is geweest over van hé, dit is iemand geweest die zich echt ingezet heeft voor de samenleving. Om die rechtvaardiger te maken, opener, transparanter. Die wordt gewoon op een avond gewoon neergeknald. Ja, daar zou je toch echt iets van verwachten. Dat mensen zeggen van kijk, we moeten er alles aan doen, ook op nationaal niveau. Want deze man was ook nationaal bezig om alles al op tafel te leggen. Materiaal op tafel te leggen van AIVD-materiaal. Dat we die zaak zo snel mogelijk oplossen. Want het is van groot belang eigenlijk om uit te zoeken wie dit gedaan heeft. Ja. En dat is eigenlijk verbazingwekkend dat het allemaal een beetje zo... Natuurlijk is een groot team neergezet en is er maakt de burgemeester zich er druk om. Maar... Ja. We staan nu op de plek waar op 15 november 2005 Louis Cévèque door een aantal schoten om het leven is gebracht. We gaan de getuigen die we al aan het begin van het onderzoek hebben gesproken, die daar ook over een verklaring hebben afgelegd, gaan we terughalen naar de plaats waar het gebeurd is. We willen in eerste instantie gewoon heel veel duidelijkheid krijgen van wie stond waar en wie heeft wat gezien. En dat gaan we op video vastleggen. Dat gaan we filmen en dat gaan we overzetten in een, zeg maar, een virtuele omgeving. En wat ik al zei, we halen alles uit de kast om zo goed mogelijk de waarheid te achterhalen. Wat heeft u gedaan op het gebied van extreme rechtse kringen? We hebben in alle mogelijke richtingen gezocht en zoeken we nog. En daar sluiten we op dit moment in principe niet iets uit.
Doet u nou ook aan zelfonderzoek? Wat bedoelt u met zelfonderzoek? Nou, het kan natuurlijk toch ook zijn. Een van de mogelijkheden kan het.